Hallo, welkom iedereen in een nieuwe video waarin ik het met jou dus wil hebben over grenzen stellen ondanks de angsten die we vaak voelen voor afwijzing. In de tweelingvriendengroep was dat een thema die ook vorige week aan bod kwam. En daarom wil ik het er met jullie ook nog eens over hebben. Want hoe stel je gezonde grenzen ondanks het feit dat die angst voor afwijzing zo groot is dat je eigenlijk liever zwijgt? Nu, een van de belangrijkste lessen die een tweelingvlam te leren heeft, is grenzen stellen vanuit zelfliefde. En het is niet alleen een belangrijke les voor tweelingvlammen, maar eigenlijk voor iedereen die wilt groeien naar die nieuwe vorm van relaties, die nieuwe vorm van liefde, onvoorwaardelijke liefde. En grenzen stellen in onvoorwaardelijke liefde zorgt er net ook voor dat jij op een zorgzame manier omgaat met je partner, maar ook met jezelf. Op mijn eigen pad als tweelingvlam is het heel lang een stuk geweest waar ik mee geworsteld heb. Net omdat ik ervaren had in het begin, wanneer ik grenzen gesteld had naar mijn tweelingvlam toe, dat hij weggelopen was. Dat hij eigenlijk mij geblokkeerd had. En de pijn die ik toen ervaarde was zo diep dat ik eigenlijk niet meer wou ervaren. Dus was er een hele lange tijd dat ik daarmee worstelde. Tussen de grenzen stellen en toch nog willen de lijn open houden, bij wijze van spreken, contact blijven houden. Ik vond het dus lastig om mijn grenzen te bewaken en meer nog om mijn grenzen vooral ook voor mezelf aan te houden. Want dat patroon was er natuurlijk niet alleen naar mijn tweelingvlam toe. Het verschil was dat ik bij mijn tweelingvlam het veel dieper ervaarde. En dat is net hoe belangrijk of hoe dergelijke zielsconnecties werken. Net omdat ik die connectie niet wou verliezen, was ik eigenlijk veel te toegeeflijk. Mede doordat er diep in mij nog die angst voor afwijzing was. In de eerste 6 maanden van onze connectie moest ik dus leren omgaan met het stellen van mijn grenzen voor mijn hoogste goed, ongeacht wat hij daarvan vond, ongeacht hoe hij daarop zou reageren. Dus niet wetende wat het effect zou zijn voor onze connectie, werd ik gevraagd om ondanks de diepe liefde die ik voelde, die diepe connectie die ik voelde, ondanks de onvoorwaardelijke liefde die er was, toch die grenzen te stellen. Want dat is ook waar dat onvoorwaardelijke liefde over gaat. En ik mocht de angst om verlaten te worden healen. Een angst die in allen van ons schuilt, gewoon door het feit dat we afgesplitst zijn van de bron. Dus het moment dat we geboren werden als ziel, is eigenlijk inherent die angst ontstaan. Nu, mijn spirituele team gaf aan dat hij op dat moment ook nog te vaak vanuit zijn gekwetstheden reageerde. En dat dus dat ook niet altijd voor mijn hoogste goed was. En ik moet zeggen dat was ook de eerste keer dat we gedurende enkele weken geen contact meer hadden. Nadat ik hem zogezegd afgewezen had, in de zin dat ik niet op zijn wensen was ingegaan door naar mijn eigen grenzen te luisteren, werd ik geblokkeerd. En door die daad van blokkade, dus door het gevoel van afgewezen te zijn, van weer gescheiden te worden, wat natuurlijk een illusie is, want dat is een 3D, maar dat zorgde ervoor dat er zoveel verdriet naar boven kwam. Dus verdriet dat ik eigenlijk niet bewust van was, verdriet dat ik niet wist van waar dat vandaan kwam. En zoveel diepe pijn had ik nog nooit gevoeld. Maar ik wist dat het belangrijk was om op te komen voor mezelf. En dus het feit dat we allebei nog wat koppig kunnen zijn, dat maakte het er natuurlijk niet eenvoudiger op. Maar dat was wel hetgeen wat we allebei nodig hadden. Om na verloop van tijd die muur die we rond ons hart hadden gebouwd, steen voor steen, stukje voor stukje weer af te gaan breken. En door meer en meer elkaar te gaan vertrouwen, voelden we ons zekerder in de connectie. De veiligheid die we ervaarden tijdens onze gesprekken hielp ons om zachter te worden vanuit de liefde die we beiden ervaarden. De angst dat mijn tweelingvlam niet meer zou terugkomen was aanvankelijk heel groot. Maar op het moment dat ik kon afstemmen en zijn energie kon voelen, voelde ik ook dat het slechts een leermoment voor allebei was. Een punt waarop dat ik mocht focussen op mijn eigen healing. Ik stapte meer in mijn missie, ging meer informatie gaan delen en maakte meer video's om van dienst te zijn. Ik hielde de afhankelijkheid die ik nog in mij voelde, ondanks het feit dat ik heel zelfstandig was. En wanneer het kwam over relaties, dan merkte ik ook een bepaald patroon, namelijk dat het heel goed ging op andere vlakken in mijn leven, bijvoorbeeld zoals in mijn werk, als het goed ging in mijn relatie. Dus je zou kunnen zeggen dat ik in een zekere zin die voeding van de relatie nodig had om te kunnen bloeien op een ander vlak. En ook dat mocht dus veranderen. Hoe meer ik dat deed, hoe sterker het vertrouwen was dat mijn tweelingvlam zou terugkomen. En dat ik hem de ruimte en de tijd mocht geven dat hij nodig had. En dat was ook zo, want na 2 tal weken stuurde hij een kort mailtje met de vraag of ik nog hetzelfde voelde.
In de paar woorden dat hij stuurde, voelde ik onmiddellijk ook zijn onzekerheid en begreep ik dat hij eigenlijk net hetzelfde ervaarde als ikzelf. En later bleek dat ook zo. Later heeft hij dat ook bevestigd. Zei hij ook dat hij met zichzelf geen blijf weet en wist niet wat er zich overkwam. Niettemin dat we allebei eigenlijk al van jongs af aan wisten dat er iemand was daarbuiten die perfect voor ons was. Niet iemand die perfect was, maar iemand die perfect voor ons was. En dat is iets wat veel tweelingvlammen ook zullen herkennen. Omdat wanneer je jouw ware tweelingvlam ontmoet, dan lijkt het alsof je ziel niet meer actief op zoek is. Er komt veel meer rust nadat je ziel de andere herkend heeft. En tegelijkertijd wordt er ook heel veel in gang gezet en ga je doorheen een versnelde ascensie. Wat fysiek en emotioneel heel uitdagend kan zijn. En net daarom is jou laten ondersteunen door iemand die zelf het pad heeft gelopen heel belangrijk. Je tweelingvlam is nu eenmaal de geascendeerde versie van jezelf. Wat dat ervoor zorgt dat zij de enige zijn die jouw diepste schaduwen op zo'n zuivere manier kunnen spiegelen. En dat is niet altijd leuk. Maar wel noodzakelijk wil je een vereniging en dus een samenkomen met je tweelingvlam in dit leven. Daarom focus ik in mijn werk ook altijd op jouw proces. En pas in een later stadium is het belangrijk om de dynamiek van de connectie te leren kennen. Ongeacht wat je nu zit in jouw tweelingvlamproces, weet dat het belangrijk is om die balans te vinden tussen enerzijds zorgzaam zijn, rekening houden met de gekwetstheid van jouw tweelingvlam en toch grenzen stellen voor jouw hoogste goed. En mocht je werken dat je tweelingvlam bezig is met doorwerken van stukken, geef hen dan gewoon de ruimte. Want op dat ogenblik zal contact of het forceren en controleren van contact niet voor jouw hoogste goed zijn en ook niet voor jouw tweelingvlam hoogste goed. Het zal je enkel nog meer teleurstellingen en pijn opleveren. Nee, geen pijn die gecreëerd wordt door je tweelingvlam. Maar wel omdat je eigenlijk vanuit de verkeerde instelling contact opneemt met je tweelingvlam. Nu, na meer dan 5 jaar, weet ik ondertussen dat deze connectie superkrachtig is en tot veel in staat is. En het ontstaat altijd in energie. Want de connectie is ontstaan op het ogenblik dat jij jou afgesplitst hebt van een bron. En op exact hetzelfde moment is dat ook hetzelfde gebeurd met jouw tweelingvlam. Dat maakt ook dat je als ziel altijd wist dat er iemand speciaal voor jou daar rondliep. En pas wanneer je als ziel de juiste frequentie en bewustzijn hebt, zal je jouw tweelingvlam herkennen voor wie hij zij is. Niet eerder en niet later. Niets in dit proces en de connectie kan je controleren of sturen. Een tegenstelling zelfs. Wanneer je dat probeert, dan duw je de vereniging en het samenkomen met je tweelingvlam eigenlijk verder op je tijdslijn. Want ook hier zijn weer belangrijke lessen aan verbonden. Dus wat je ook doet, leer de lessen. Zorg dat je de schaduwen heelt die je tweelingvlam spiegelt en neem niets persoonlijk. Want ook jouw tweelingvlam gaat doorheen een versnelde groei. Wat voor hen ook niet altijd roze geur en maneschijn is. Maar wanneer je op het punt komt dat je meer de onvoorwaardelijke diepe liefde tussen jullie voelt, dan meer nog dan dat er de pijnen die er zijn, dan ga je merken dat alles iets moeitelozer gaat verlopen. Blijf opkomen voor jezelf. Niet alleen naar je tweelingvlam toe, maar naar iedereen in de wereld. Want als jij niet voor jezelf zorgt, wie zal het dan wel doen? Heel de angst voor afwijzing. En wanneer dat lijkt dat je tweelingvlam je afwijst, weet dan dat dit een spiegel is naar jou en ook een stuk naar zichzelf. Want in eerste instantie wijzen ze vooral stukken van zichzelf af die ze nog niet als dusdanig erkennen. Ten tweede is samen zijn met jou op dat moment ook nog te confronterend. Dus ook hier hetzelfde advies, neem het niet persoonlijk. Want dit zorgt er enkel voor dat we niet zeggen wat we echt voelen. En we gaan ons aanpassen. En uiteindelijk zal je merken dat geen van beide reacties echt werkt. Tweelingvlammen zijn voorbestemd om samen te komen, om samen te zijn. Wat je ook hoort van anderen. Want vaak zijn het zielen die weigeren om op een onbewust niveau het harde werk te doen. Dus nogmaals, omring je met de juiste mensen. En mensen die weten wat het betekent om een tweelingvlam te zijn. En bovendien, alles wat ik uitleg en leer over tweelingvlammen is ook van toepassing op soulmates of hoogvibrerende soulmates. Want tenslotte roeien we allemaal naar eenheid. Waardoor alle relaties ook aan het veranderen zijn. Dus kom los van de structuren en van de templates dat jij over relaties hebt opgeslaan in je onderbewuste. Ga voor jezelf gaan denken en kies hoe dat jij je relatie wenst vorm te geven. Ga naar binnen en word eerlijk over hoe dat jij voelt en denkt dat een relatie mogelijk is. Of hoe dat jouw ideale relatie er zou uitzien. Ongeacht wat je beslist, als je ondersteuning nodig hebt, weet dan dat je altijd met mij kan samenwerken. Er zijn ook ondertussen verschillende trajecten opgezet ter ondersteuning van je groei.
Er zijn ook de e-boekjes die je meer inzicht in geven rond een tweelingvlamconnectie. Of je kan natuurlijk ook een tweelingvlam channeling of een channeling met vragen rond de tweelingvlam of een tweelingbewustwording ook gaan reserveren. Genoeg voor iedereen, ieder voor ieder wat wil, zoals dat ze zeggen. En ik wens je alvast een hele fijne week en tot in de volgende.